Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jenem op het spoor. Ik sta nu op station Zwolle, het begin van deze video waarin we over de Veluwelijn gaan. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video en ik wens jullie veel plezier met het bekijken ervan. Station Zwolle is gebouwd in 1866. Door de loop der jaren, na 1866 dus, zijn er veel verschillende spoorlijnen aangesloten op dit station. Wat het vandaag de dag een belangrijk knooppunt maakt voor veel verschillende spoorlijnen. Door het tekort aan sprintermateriaal rijdt er nu veel intercity materiaal over deze lijn. De Veluwelijn is de spoorlijn tussen Zwolle en Amersfoort. De spoorlijn is in 1860 aangelegd door de Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij en vormde de kortste spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland.
Ja. Daar gaat Joy. We staan nu op station Nunspeet. Station Nunspeet werd gebouwd op 20 augustus 1863. Het huidige station stamt uit 1906. Want toen werd het gebouw uit 1863 vervangen voor dit eilandstation. En ook dit eilandstation heeft niet meer zijn oude functies. Zoals je ziet is er tegenwoordig een verzekeringsmaatschappij gevestigd. Het traject Amersfoort-Hattemerbroek werd geopend in 1863. Bijna een jaar later is de bouw van de IJsselbrug bij Hattem gereed en wordt de spoorlijn doorgetrokken naar Zwolle. In 1864 wordt het traject officieel in gebruik genomen. Het traject werd in 1952 geëlektrificeerd. Bijzonder aan de spoorlijn is de knik die even voor station Harderwijk in de lijn ligt. Dit is een van de scherpste bochten in het Nederlandse spoorwegnet. Dit is station Harderwijk. Station Harderwijk is geopend op 20 augustus 1863, net zoals de hele lijn hier. Vanaf 1983 kwam er een nieuw stationsgebouw. Deze is wat moderner en eenvoudiger. Dat was niet de enige aanpassing, want in 2006 is het perron ook volledig verlengd. Het perron waar ik nu op sta. Op dit moment ziet u de scherpste bocht van de Nederlandse spoorwegen. Hier gaan veel intercity treinen kei en keihard door de bocht.
Met de invoering van het nieuwe dienstregelingconcept Spoorslag 70 ontstonden er consequente verbindingen en verbeterde aansluitingen. De intercities tussen het noorden en de Randstad rijden hierbij 1 maal per uur naar Amsterdam en 1 maal per uur naar Rotterdam en Den Haag. Hierbij rijden de intercities uit Enschede juist naar de andere bestemming. In Amersfoort wordt een cross-platform overstap aangeboden waarbij er min of meer een consequente halfuurdienst tussen het noorden en oosten van het land enerzijds en de grootste steden in de Randstad anderzijds ontstond. De meeste treinen uit Groningen en Leeuwarden rijden vanaf Zwolle gekoppeld. De dienst wordt dan ook vrijwel geheel uitgevoerd door treincellen. Tussen 1970 en eind jaren 80 door het materieel 54 en halverwege de jaren 80 door koplopers. De stoptreinen tussen Zwolle en Amersfoort rijden na het invoeren van de nieuwe dienstregeling in 1970 het ene half uur door naar Utrecht en het andere half uur naar Amsterdam. Deze opzet is al binnen enkele jaren gewijzigd in een consequente halfuurdienst tussen Zwolle en Utrecht. Dit is het einde van onze reis over de spoorlijn Zwolle Amersfoort. Zoals u ziet sta ik nu op station Amersfoort. Over station Amersfoort kunt u meer zien in onze aflevering over de Valleilijn. Hierin ga ik wat dieper in over dit station. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het was weer leuk. Like en share deze video, want dat is leuk. Ga naar jnmproducties.nl voor meer JNM.